Goedenavond, dames en heren. Daar zijn we weer. We gaan op zoek naar de prijswinnaars van het quizspel. Jazeker. En we beginnen met de derde plaats. En dat wordt nog even spannend. We gaan nog niet alles verraden. Maar het is meer dan één derde prijswinnaar die we hebben. Zeker. Het is heel goed gemaakt. En mocht je nou denken, als we dadelijk die kant op lopen, mijn huis komt voorbij en lopen we je voorbij, dan heb je dus niet gewonnen. Geen prijs, nee. Maar toch goed gewinnen. Nee, ja. Kom, we gaan. Nou, we zijn aangekomen bij de derde prijswinnaars van het quizspel. Ja, nummer 9. Ja, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd wie er achter deze deur zit. Ik ook. Ik bel even aan. Ja, we zijn niet voor thuis. Gefeliciteerd! Ja! Jullie hebben gewonnen de derde prijs in het quizspel. Yay! Yay! Kijk eens aan, ik heb voor jullie een envelop met de prijs. Ja, we willen natuurlijk wel nog een paar dingetjes vragen. Ja, mogen zeker ook. Met hoeveel man waren jullie eigenlijk? Met 14. Met 14? Heb je ook nog vragen opgezocht? Of? Ja, een beetje verdeeld. Ook af en toe de uitzending weer teruggekeken. En foto's gemaakt van elke vraag. Nou, gefeliciteerd in ieder geval. Dankjewel. En we willen natuurlijk wel weten wat je ermee gaat doen. Hè? We willen ook dat je het even uitpakt, want we willen toch even laten zien wat het is geworden. En cadeaubon. Voor rood. Oeh, ja. Dankjewel. 25 euro in elke horecagelegenheid in Moergestel. Oh, dus heel leuk. Geniet ervan. Ja, met 14 man is het in ieder geval toch in ieder geval één biertje. Ja, zo En vond je het leuk? Doe je volgend jaar weer mee? En dan met het echte, als we het dan weer gewoon zouden organiseren? Ja, zeker. Ja, we vonden het heel leuk. Ja. Leuk om te horen. Goed gedaan. Nou, dan gaan we naar de volgende, want er zijn er nog meer. Tot ziens. Doei. Geniet ervan. Doei. Nou, we gaan nu op zoek naar de volgende derde prijs en die is in deze straat en we moeten nu nog even gaan zoeken naar het huis zelf, nummer 27. Ja. Zijn ze thuis? Oeh, spannend. Is het er echt niet open? Oh, daar zijn ze. Gefeliciteerd! Dankjewel. Jullie hebben de prijs voor quizspel gewonnen. Gewonnen nog wel? Ja, dat hebben jullie helemaal zelf gedaan, toch? Ja, kom even naar buiten toe. Kijk, hier hebben we hem, alsjeblieft. Ja, dankjewel. De derde prijs is het. Dankjewel. En vonden jullie de quiz moeilijk? Ja, hij was leuk. Leuk? Ja. Niet te moeilijk? Nee, hij was goed te doen. Maar met hoeveel mensen hadden jullie gedaan? We waren met z'n vieren hier en we hadden nog twee mensen apart die nog een keer geappt hebben voor een paar vragen. Dus. Oh, dus allemaal lekker samengewerkt. Ja. En hoeveel had jij er goed? Vier, hè? Ja. Oh, kijk, goed! Supergoed! Geweldig, goed gedaan, jongens. Zou je dan nu zeker ook weten wat er in de bon zit, of niet? Ja, ik ben benieuwd. Ja, zal ik hem anders openmaken, of lukt dat zo? Dat is ook leuk voor moet lukken. Ja. Wel, hè? Nou, het is niet... Kijk aan! Mooie bon, dat gaat zeker goed komen. Nou, wij gaan weer andere mensen verrassen met onze prijzen. Als ik niet onder ben. Een hele fijne avond nog. Komt en geniet van de cadeaubon, hè? Gaan we doen. Allee, super. Goed zo. Hey, doei. We staan hier bij de derde prijswinnaars. En dit is ook de laatste derde prijs. Dus... Helemaal correct. Ja, toch? Ja. Nou, laten we maar snel gaan verrassen. We gaan ze verrassen. Wat een verrassing! Dus. Jullie hebben ook een prijs in het quizspel. Ja, jullie hebben ook de... prijs. Ja, er zijn meerdere prijswinnaars. Meerdere. Jullie hebben de derde prijs gewonnen. Oh, fijn. Ja, kijk goed. En dat hebben we hier. Aan wie mag ik het overhandigen? Mama. Ja, oké. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Dankjewel voor de prijs. Ik ben benieuwd wat het is. Nou, mag maar open. Een cadeaubon van rood van 25 euro. Dankjewel. Nou, dat is voor alle horecageleden in de Moergestel. Oké. Dus gewoon overal kun je lekker gaan eten voor 25 euro. Maar met hoeveel mensen hebben jullie gespeeld? Acht mensen. Dus dat gaat een drankje worden dan. Ja, zeker. was het makkelijk of eigenlijk te moeilijk?
Nee, we hebben best veel opgezocht op Google en Google Maps. Om te kijken of welke plaatjes, ja. Welke de schommels en dat soort dingen. En voor de rest wisten we een aantal dingen. Alleen de stemmen wisten we niet allemaal. Nee, ja, dat horen we wel meer. Ja. Dus ja. Dat is... Dat is ook het moeilijkste op te zoeken. Ja, inderdaad. Ja, dat klopt. Ja, ja. Dat moet je gewoon herkennen. Gelijk. Ja, anders weet je het niet. Had je ook nog een slimme truc? Waar je zegt van ja, daardoor hadden we er eentje. Die hebben anderen misschien niet. Die misschien ook wel. Ja, we hadden kinderen bij. We hadden het gecombineerd met jong en oud. Dus de tip is gewoon kinderen maken eigenlijk. Ja, ja, goede tip. En jullie gaan volgend jaar ook weer meedoen als het weer een normaal quizspel is. Gewoon ja. Ja. Op uit en dan. Ja, zeker. Nou, superleuk. Geniet ervan. Ja, dankjewel. En tot de volgende keer. En ja, tot volgend jaar. We zijn er weer tussen. We zijn nu bij de tweede prijswinnaar aangekomen. De nummer 2. Dus het bedrag gaat exponentieel omhoog. Omhoog. Het is al donker, maar we gaan het snel. Maakt het extra spannend. Extra spannend. Extra spannend. Ah! Gefeliciteerd! Hey Michael, kom even buiten staan, jongen. Hey. Hallo. Nou, daar zijn we dan. Ja. Je hebt gewonnen in het quizspel en ook nog wel de tweede prijs. Oh, dat valt niet tegen. Nee, valt niet tegen. Ik ben trots op te zijn. Zeker als je weet dat er ook 3 derde prijswinnaars waren. Ja. Dus er is maar 1 tweede prijswinnaar. Weet je of je er ongeveer fout had? Bij het nakijken kwamen wij op 4 fouten, waarvan 2 in die vragen waar meerdere antwoorden misschien gegeven moest worden. Dus, eentje in de kroegentocht volgens mij en eentje in de kunstenaars. Okay. Dus daar hadden we er 1 mis. En met hoeveel man had je het gespeeld? Met 4. Oh. Ja, 2 stellen. Ja. Ik zou zeggen, maak hem even open. Dan doen we er nog even een vuurtje bij. Ja. Een cadeaubon van Horeca Mogestel, hartstikke mooi. Ja. In principe gaat, in Mogestel kan die gebruikt worden. Ja. Die gaat zeker nuttig besteed worden. Ja. Nou, hartstikke mooi. Je hebt mijn telefoonnummer, dus komt goed. Wel denk ik. Nou, we wensen nog een hele fijne avond en geniet van de bon. Nou, dankjewel in ieder geval. Ja, super. Doei. We zijn nu bij de eerste prijswinnaars aangekomen. We proberen natuurlijk nog niet te laten weten, pas als echte verrassing dadelijk als we aan de deur staan. Hè? Ja. Zachtjes sluipen, Suus. Ik ga heel zachtjes sluipen. Kun je zachtjes sluipen? Ik kan heel zachtjes sluipen. Oh, auto. Oh, auto, auto. Ja, hey, hallo, dit is het verkeerde huis. Daar moet je zijn. Heel subtiel. Ja, heel subtiel. Gefeliciteerd, kom naar buiten toe. Oh, dankjewel. Nou, ik schat van Quispel zie ik al. Ja, van Quispel. Had je nog meer prijzen verwacht dan? Nee. Misschien deed je wel heel veel prijzen. Alsjeblieft, ik overhandig hem vast. Kijk, de eerste prijs. De eerste prijs inderdaad. Super, je hebt de eerste prijs. Je waren het enige team die minder dan 2 fouten hadden. Oh, kijk, nou dat... valt me dus niks tegen. Is, dus, even uitgaat dat 1 vraag uit meerdere onderdelen kon bestaan. Okay, hè? Dus, ja. Nou, super. Keileuk. Dankjewel. Maak hem open, zou ik zeggen. Laat de kijkers niet... In spanning wachten. Even kijken. Een cadeaubon van Horeca Mogestel. Ja. Kijk, dankjewel. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja. En... ik dacht jij het woord ging doen. Nee, jij. Met hoeveel man hadden jullie meegedaan? We hadden met 12 man meegedaan. Zo, dus, hier binnen allemaal? Nee, bij mijn schoonouders thuis. Oké, daar had je wel ruimte. En, ja, daar hadden we de ruimte om even samen te zitten. Dus, met het team eigenlijk waar we normaal ook altijd mee meededen. Maar dan een kleiner gezelschap dit keer. Ja, ja. Dus, nou, fijne keer gewonnen. We zijn al 2 keer tweedes geweest. Oh, dus ja, wat dat betreft... Extra leuk om dan een keer ook een keer te winnen. Ja, zeker. Ja. Ja. Ook veel opgezocht? We hadden er wel een paar bij zitten, ook met laptop erbij en ook veel met opzoeken en zo. Dus we waren wel een getraind team. Laatste moment ingevuld en ingevoerd, zoveel mogelijk vragen nog proberen op te lossen. We konden natuurlijk ook nog een beetje terugspoelen op tv, dus ook nog eens een keer een geluidsfragment teruggeluisterd. Dus echt tot het laatste moment gewacht om zoveel mogelijk goed te hebben. Nou, dat is gelukt. En enthousiast geworden als het volgend jaar weer een gewone quizspel is om dan weer mee te doen? Nou, dan doen we zeker weer mee. Dan zijn we van de partij. Dus het was hartstikke leuk om te doen. Ja, nou, dames en heren, hoort het. De
grote prijswinnaar van Quizspel. Dankjewel. We willen iedereen bedanken voor het meespelen van Quizspel 2022, de tv-editie. Ja. En we sluiten dus af bij het team Quizticketmaag van Johan Burgers. En we hopen natuurlijk dat jullie volgend jaar allemaal weer meedoen. Zeker als we het weer in de oude vorm doen. Maar mocht het niet lukken, voor wat voor reden dan ook, dan doen we graag nog een keer een tv-uitzending. Zeker weten. Tot ziens. Doei, jongens. Dankjewel. Doei.